Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto zien we bewolking boven het zuidoosten en zuiden van het land. Inmiddels heeft een groot deel van het land te maken met bewolking, maar vooral in het zuidoosten valt ook enige tijd regen. Elders in het land een enkele bui en dat zal ook de rest van de dag gebeuren. De regen in het zuidoosten trekt wel geleidelijk aan weg en in de loop van de dag zal overal af en toe de zon doorbreken. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, kracht 3 tot 5. Vanavond komen er langzaamaan meer opklaringen, goed het af tot een graad of 16, vooral in het noorden is nog kans op een enkele bui. Dan morgen ziet het weerbeeld er wat beter uit dan vandaag, een afwisseling van wolken en zon, maar ook verspreid een enkele bui. De meeste exemplaren vallen in de kustprovincies. Het wordt 17 tot 19 graden bij een matige aan zee nog steeds vrij krachtige wind. Donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het licht wisselvallig weer. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 17. Vooral op vrijdag en zaterdag zijn de buien wat actiever. Met in de kustprovincies misschien kans op een klap onweer. Ook waait het daar behoorlijk. Windkracht 5 of 6. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.